Goedemorgen allemaal. Als het goed is staat hij aan, klopt dat? Ja, hij doet het. Top. Ik ga niet helemaal veel zeggen, Bert, over Israël. Over de Israëlzondag. Je hebt denk ik al uitgebreid daarover gesproken. En ik was ook eigenlijk van plan om even kort het aan te stippen. Dat de eerste zondag van oktober in veel kerken en gemeentes een plek is om duiding te geven aan die verbondenheid die we als gemeente hebben met Israël. Maar ik wijs dan nogmaals graag even op die krantjes, die worden aan het eind van de dienst worden die bij de uitgang uitgedeeld. Nee, waar ik het over wil hebben met jullie is Laodicea, dus de laatste brief aan de gemeente die is opgetekend in Openbaring. Want wat leven we in een rare en vreemde tijd, niet waar? Wat is het een puinhoop, om het zo maar te zeggen, in de wereld? En ik weet niet of het jullie opvalt, maar we leven echt in een tijd waarin het lijkt alsof groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En misschien moet ik het woordje lijken maar weghalen, want we staan steeds meer tegenover elkaar. De wereld is in steeds verdergaande mate aan het polariseren op allerlei onderwerpen. En het gebeurt overal en we bestrijden elkaar steeds feller op allerlei terreinen. En als je ergens een kritisch geluid laat horen, hè, een discussie ergens over wil aangaan, of je ziet zaken gewoon simpelweg anders, dan ben je onmiddellijk de vijand. Dan ben jij het probleem. En het is over de hele linie. Op elk aspect van ons leven zien we dit ontstaan. En we moeten goed beseffen dat er iemand heel erg gebaat is bij het feit dat we elkaar in de bekende hokjes stoppen. Dat we elkaar vervolgens gaan haten en verachten. En dat we elkaar juist als die vijand zien. Als de tegenstander zien. Maar de Bijbel leert dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Dat die strijd gaat daar niet tussen. Onze strijd is niet tegen mensen. Zij zijn niet de vijand. Maar de vijand is de vijand. De tegenstander van God, die is erbij gebaat. Dat wij zo met elkaar omgaan. De Satan is onze vijand. De oude slang. En ik moet zeggen, helaas, hij boekt de laatste tijd verpletterende overwinningen. Het is schokkend om bijna om te zien. Hij is bijzonder succesvol. Want het is hem gelukt om, heel simpel, zwarte mensen tegenover witte mensen te zetten. Dat witte mensen zwarte mensen haten en alles ertussenin. In de politiek zien we dat links-rechts haat. Rechts haat links. De conservatieven haten de progressieven. De progressieven haten de conservatieven. Degenen die voor het vaccin zijn, die haten degenen die tegen het vaccin zijn. De tegenvaxxers haten de provaxxers vervolgens. Voors en tegens en we staan keihard tegenover elkaar. Dat is de wereld waarin we leven. En het werkt. En het werkt om zo te polariseren. En ik vind het gewoon verbijsterend om te zien hoe goed het werkt. En er ontstaan daardoor ook allerlei ruzies. Ruzies in gezinnen, in families. Vrienden die verwijderd raken van elkaar. Werkgevers en werknemers die tegenover elkaar komen te staan. En de tegenstander van God heeft het werkelijk heel goed voor elkaar. We doen precies zoals hij het bedacht heeft. En weet je wat hij doet, de Satan? Hij leunt gewoon achterover. En hij geniet van de show. Hij vindt het fantastisch wat we aan het doen zijn. Hij vindt het geweldig. Waarom? Omdat wij het vuile werk voor hem opknappen. En hij is dolgelukkig, want wij maken elkaar kapot. En simpelweg, we zitten nu in een situatie wat de Bijbel goed noemt, noemt de wereld slecht. En wat de wereld slecht noemt, noemt de Bijbel goed. Dat is waar we staan. En de mens is vooral lekker bezig met zichzelf en raakt steeds verder van God verwijderd. En Paulus die beschrijft het zo in de tweede Timotheusbrief, in het derde hoofdstuk, de eerste 5 verzen. En als je een Bijbel hebt, lees uiteraard mee. De tweede Timotheusbrief, hoofdstuk 3. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En we leven in de tijd, in deze tijd die de Bijbel hier de laatste dagen noemt. En je zou verwachten dat we, dat met de vele waarschuwingen die de Bijbel geeft, wij als christenen deze in de laatste dagen, deze dagen extra alert zouden zijn. En dat we vasthouden aan wat de Bijbel juist over bepaalde zaken aan ons leert. Dat we met elkaar beducht zijn, extra beducht zijn om de mensen om ons heen juist in deze tijd te vertellen over Jezus Christus. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, om het zo maar te zeggen. Maar hoe serieus nemen we nou die waarschuwingen? Hoe serieus zijn we daarover in ons eigen leven? Zegt de Bijbel überhaupt iets over hoe wij als gemeente in de laatste dagen zullen zijn? En waar we voor moeten oppassen? Dus dat is het moment vlak voordat Jezus ons komt halen. Want we weten allemaal dat Jezus ons komt halen. Hè? Dat weten we toch? Jezus Christus komt terug naar deze wereld. En daar moeten we klaar voor zijn. En willen we weten hoe het zit met de gemeente op dit moment, ja, dan moeten we dus naar dat boek Openbaring kijken. En dat vinden we daarin, in de hoofdstukken 2 en 3, 7 brieven geschreven aan de gemeente. En deze brieven zijn onder andere een chronologische weergave van de gemeente door de eeuwen heen. En dat is dus tot het moment dat Jezus terugkeert naar deze wereld. En de brief aan Laodicea, waar ik het vanochtend over wil hebben, in Openbaring 3 is dus die laatste van die 7 brieven. En schetst ons een verbazend beeld hoe de toestand is van de gemeente van Jezus Christus op deze aarde vlak voor de wederkomst van Jezus. En wat Jezus daar schrijft is typerend voor veel gemeenten van vandaag. En laten we het lezen. Openbaring 3, dat zijn de versen 14 tot en met 22. Dus als je de Bijbel erbij bij je hebt, sla hem open. Hij staat ook al op het scherm, zie ik zelfs. Nou, helemaal goed. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En er staat, en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken. En weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wat Jezus Christus, want het zijn brieven van Jezus Christus aan de gemeente, en wat de Heer hier zegt, wat hij hier beschrijft, is dat deze laatste gemeente op aarde als koud nog heet beschreven kan worden. Het is een lauwe gemeente. Hier is een gemeente die zegt van zichzelf, het ontbreekt me aan helemaal niks. Het gaat mij goed. We hebben helemaal geen enkel gebrek. En een gemeente, het is een gemeente die elke activiteit voor de Heer als eigenlijk niet zo noodzakelijk beschouwt. Wij hebben het toch goed. We zijn rijk, we zijn steeds rijker geworden. En ze menen dus dat ze niets nodig hebben. Het ontbreekt hen tenslotte aan helemaal niks. Maar in werkelijkheid zijn zij de meest behoeftige van alle 7 gemeentes.
Dit is de enige gemeente van de 7 gemeentes waar Jezus die brief aan schrijft, waar de Heer niets positiefs over te zeggen heeft. Helemaal niks. Als je het leest, daar staat niets. De onverschilligheid waar we hiermee te maken hebben, waar de Heer hiermee te maken heeft, dat maakt God letterlijk misselijk. En deze gemeente heeft zich comfortabel genesteld in een wereld die gekenmerkt wordt door een schijn van godsvrucht, hè, en waar men zich handig staande weet te houden te midden van allerlei humanistisch gedachtegoed. Want we worden daarmee gebombardeerd met allerlei humanistische gedachtes. En het woord Laodicea, dat is interessant om te weten, bestaat uit twee woorden in het Grieks. Is laos, wat volk betekent, en dikatso. En dikatso betekent persoonlijke opinie. Dus anders gezegd, in de gemeente van Laodicea is de stem van de meerderheid, dus in onze manier gezegd, de democratische opinie, de belangrijkste maatstaf geworden, wat men belangrijk vindt in de gemeente. En dat gevoed vanuit wereldse ideeën en verlangens, zoals we lazen in de 2e Timotheusbrief. Dus men volgt daarbij dus de wetten en ideeën van de wereld, hoe de gemeente geleid zou moeten worden, en hoe als christen dan te leven vervolgens, in plaats van wat God zegt. En de Heer walgt daarvan, hij spuugt hen uit. En letterlijk in het Grieks, en dan wordt het een beetje meer beeldend, staat er, hij braakt hen uit zijn mond. Dat is wat er letterlijk staat in het Grieks. En daar heb je al een beeld bij, hè? Iets uit je mond braken. Dat is wat God doet met deze gemeente. En het is goed om te weten dat in de brieven elke toestand van de aangeschreven gemeente voortkomt uit die daarvoor. Zo komt Laodicea voort uit Philadelphia. En Philadelphia komt dan vervolgens weer voort uit Sardes enzovoort. En het is dus opmerkelijk dat uit de Philadelphia-beweging, waar jullie gelukkig als naam ook de afspiegeling hopelijk van zijn met elkaar, maar dat daar uit die Philadelphia-gemeente een hele lauwe, slappe, verziekte gemeenschap is ontstaan. Want op Philadelphia heeft de Heer namelijk niets aan te merken. Deze gemeente is namelijk klein van kracht. En men heeft daar het woord bewaard. En ze hebben als het ware vanuit hun kleinheid heel veel invloed op de wereld gehad. En nog steeds. Want deze gemeente die vertegenwoordigt die hele grote evangelisatiebeweging die eind 19e eeuw startte en die tot ver in deze eeuw heeft voortgeduurd. Of de vorige eeuw heeft voortgeduurd en nu nog zijn kleine uitlopers heeft. Want over de hele wereld hebben er toen hele grote opwekkingen plaatsgevonden. Een enorme opwekkingsbeweging was er. Predikers en zendelingen werden uitgezonden om het evangelie te delen. Mensen als William Carey, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, Moody, Billy Graham, om er gewoon maar een aantal te noemen. En dat is de periode waarin ook de baptistenkerken ontstaan zijn. De vergadering van gelovigen. En de Maranatha-beweging. En wat hen samenbond was in de eerste plaats het gezag van het woord van God. Het gezag wat uitgaat van de Bijbel. Dat was wat hen in de eerste plaats aan elkaar bond. En in de tweede plaats een drang om het evangelie wereldwijd te verkondigen. Om te verkondigen dat Jezus Heer is. En dat hij een plaats kan innemen in de leegte in je hart. En het was daardoor een wereldwijde opwekking. En wat ze in de derde plaats nog meer met elkaar bond, was dat ze allemaal spoedig de komst van de Heer Jezus verwachten. En de Bijbel leert ook dat de laatste restanten van deze gemeente Philadelphia, om het zo maar uit te drukken, nog zichtbaar aanwezig zijn op de aarde en dat ze zullen worden bewaard voor de grote verdrukking. Een periode die volgt op het moment dat de opname plaatsvindt, gaat er een periode van 7 jaar plaatsvinden waarin God een oordeel gaat geven over de aarde. En Jezus zal voor die periode zijn gemeente opkomen halen en zal ons bewaren voor de periode van het oordeel, wat ook wel de uren van de verzoeking wordt genoemd. Ik lees even 2 versen uit de brief aan Philadelphia.
de versen 10 en 11 uit hoofdstuk 3. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren. Voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Jezus heeft niets negatiefs te zeggen over de gemeente van Philadelphia. Maar hij geeft hier wel een waarschuwing. Hij geeft hier wel een waarschuwing. Met het vooruitzicht dat hij elk moment kan terugkomen. Spoort Jezus hen aan om niet op te geven. Hen niet toe te geven aan de druk van de wereld, maar om vooral vast te houden aan zijn opdracht om de hele wereld voor hem te winnen. En het woord volharding, hypomona in het Grieks, kent naast volharding de betekenissen geduld, uithoudingsvermogen en standvastigheid. Want als Jezus zegt, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon wegneemt, is er blijkbaar iets te verliezen. Dus we moeten daaraan vasthouden. Wij moeten volharden, standvastig blijven, geduld uitoefenen. Dat is wat we moeten doen met elkaar. En na Philadelphia vormt zich dan dat misselijkmakende Laodicea. En Jezus waarschuwt Philadelphia voor het gevaar daarvan. He, voor het gevaar dat er geestelijke walgelijkheid en hoogmoed op de loer ligt. Wees gewaarschuwd. Want dat is het kenmerk van die waardeloze verschijning van Laodicea. Laodicea is namelijk een gemeente die niet op geen enkele manier gehinderd wordt door enig besef van zonde en de noodzaak tot bekering en waarbij het bevrijdende evangelie, gebaseerd op het verlossing van Jezus Christus, plaatsmaakt voor een sociaal, humanistisch evangelie. Dat is het gevaar waar we beducht op moeten zijn. Dat ligt op de loer. Ik zag een paar weken geleden, ik ben natuurlijk lange tijd, zoals velen wellicht, veel thuis gewerkt, niet naar kantoor gegaan. Ik werk helemaal in Amstelveen. En hadden we weer eens een vergadering. Toen zijn we gezellig gaan lunchen op het terras met collega's. En ik zag daar toen een meisje voorbij lopen. En zij droeg een t-shirt met daarop de tekst, Love is the answer for everything. Liefde is het antwoord op alles. En ik dacht toen, ja, inderdaad, dat is kenmerkend voor vandaag. Dat is kenmerkend voor vandaag. En het klinkt zo aannemelijk als je het hoort. Hè? En je denkt, ja, dat is toch mooi? Liefde is het antwoord op alles. Maar als liefde de enige maatstaf is, dan kunnen we namelijk uit naam van die liefde alles doen wat we als mens of maatschappij oké vinden. Snap je dat? Maar liefde komt nooit alleen. Liefde komt nooit alleen. Het gaat altijd hand in hand met de waarheid. En Jezus is aan het kruis gespijkerd. Omdat we de waarheid over onze zonde niet willen horen. Daarom heeft hij aan een houten kruis genageld, gehangen. Liefde en waarheid kunnen niet gescheiden worden. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het eerste wat Jezus Christus bij aanvang van zijn taak op aarde verkondigde, was en is nog steeds, bekeer u en geloof het evangelie. In Markus 5, vers 1. Het allereerste wat hij zegt aan ons, bekeer u waarvan? Van je zonde. Wordt niet meer gezegd in heel veel kerken. En dat is precies wat de wereld dus niet wil horen. Want hij spreekt hier over zonde en de noodzaak tot bekering. Men haat Gods liefde, omdat het verbonden is met Gods waarheid. Onze wereld wil vandaag de waarheid scheiden van die liefde. Het wil dat de liefde en de eigen kijk op de waarheid een eenheid vormen. Oh, dat is jouw waarheid. Dat is mijn waarheid. Maar als ze maar lief zijn voor elkaar. Dat is wat er nu gepredikt wordt. Ofwel men zegt, ik wil gewoon al het goede van God hebben. En ik wil gewoon alle leuke en mooie dingen van God hebben, maar ik wil eigenlijk niks met zijn waarheid te maken hebben. Want ik weet zelf wel wat goed voor me is. En zonde is een gruwel in de ogen van God.
Het is volledig vreemd aan wie God is. Het kan gewoon simpelweg niet in zijn aanwezigheid bestaan. En wat deed God toen Adam en Eva zondigden? Hij verdreef ze uit het Hof van Eden. Want ze konden niet meer in die tuin zijn. Dat kon niet. God en zonde gaan niet samen. En daar moeten we onze les uit trekken. God is goed, zelfs als niemand het doet. En fout is fout, ook al als iedereen het doet. En God is heilig en dus haat de wereld de waarheid en haat de wereld Gods liefde. En de wereldse definitie voor liefde is dat uit naam van die liefde alles is geoorloofd. Zolang je de ander maar niet kwetst. En onder deze definitie van liefde is vervolgens alles toegestaan en hoeven we, of beter gezegd, mogen we elkaar zeker op grond van de Bijbel niet langer aanspreken op ons gedrag. En hiermee is heel langzaam het besef uit heel veel kerken en gemeenten verdwenen dat Jezus Christus de enige weg is. Dat Hij de waarheid is en dat Hij het leven is. En niet langer is Jezus het antwoord voor deze wereld, maar de humanistische definitie van liefde. En met de humanistische gedachte dat liefde het antwoord is op alles, wordt Jezus en zijn verlossingswerk aan de kant gezet en worden zonde en bekering een soort ouderwetse ideeën van onze ouders, onze grootouders. En dat is precies wat Jezus hier schetst in zijn brief. Laodicea is een lauwe gemeente, omdat men heeft besloten om een compromis te sluiten tussen heet en koud, tussen de wereld en de gemeente. En dat compromis is wat ons lauw maakt. Met als gevolg, liefde is prima, maar dan zonder Christus. En daarmee staat Jezus Christus buiten de kerk. Maar hij probeert wel binnen te komen. En hier is dus een beeld van de toestand van de gemeente in de laatste dagen. De toestand van vandaag. Jezus Christus maakt niet langer deel uit van die gemeente. En in zijn genade deelt hij ons mee, in vers 19, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. En Laodicea is de laatste fase van de gemeente, vlak voordat Jezus ons komt halen. Vlak voordat voordat de gemeente wordt opgenomen. En de Heer is nog steeds bezig in de hoop dat vele lauwe christenen tot hem terug zullen keren. En de Heer richt zich dan ook niet langer tot de hele gemeente. En daarom vind ik het voorbeeld wat jij gaf, Bert, in de brief van die jongen, die zegt, ik wil nu naar de kerk, dat is precies wat er gaande is. Want de Heer richt zich deze dagen enkel nog tot individuele personen om zich te bekeren. Nemen we deze passage in Openbaring 3, vers 20, die vaak als een uitnodigingspassage wordt gebruikt om je hart en leven aan Jezus te geven. En daar kan het uiteraard voor gebruikt worden, maar dat is niet wat het hier betekent. Dat is het vers, zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden, met hem gebruiken. En hij met mij. Jezus richt zich hier tot individuele personen. Als iemand nog mijn stem hoort. Het lijkt haast alsof de mens, het is gericht aan individuele mensen die mogelijk wel aangesloten zijn bij de gemeente en op zondag naar de kerk gaan, maar hebben geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. En Jezus wil hem wakker schudden om te laten zien in wat voor arme en beklagenswaardige toestand ze zitten. Van hallo, is er iemand thuis? Is er nog iemand die mij wil binnenlaten? En als een enkeling zijn stem hoort en zijn deur opent, dan zal de Heer bij hem binnenkomen in zijn hart en op dat late uur nog een maaltijd met je hebben. Want zometeen, als de gemeente wordt weggenomen, dan gaan er heel veel mensen gaan verdwijnen van deze wereld. En dat kan echt elk moment gebeuren, lieve mensen. Dan is de keiharde waarheid dat er in heel veel kerken en gemeenten over de hele wereld nog de eerstvolgende zondagen nog heel veel mensen zitten. Dat die kerkbanken nog gewoon gevuld zijn. Want veel achterblijvers blijken op dat moment het kloppen van op de deur en de roepstem van de Heer
genegeerd te hebben. Ze hebben namelijk het humanistische evangelie van vrede, liefde en broederschap geloofd. Een boodschap die steeds meer terrein wint en die zoveel mensen afhoudt van het ware evangelie. Maar gelukkig zijn er nog individuele gelovigen die trouw blijven en die ondanks het gezelschap waarin ze zich bevinden, dat ze weten dat ze overwinnaars zijn en dat zij die de deur van hun hart voor hem hebben opengedaan, dat ze mogen weten dat ze overwinnaar zijn. Want de beloning voor deze overwinnaar is dat zij net zo als met Jezus Christus op de troon zullen zitten. Want zo eindigt die brief. Hij zegt, wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon zoals ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Weet je, het is voor ons als mens ongelooflijk lastig om altijd een moeilijke boodschap, ook vanuit de Bijbel, tot ons te nemen. We vinden het lastig als we worden aangesproken op ons gedrag. Vinden we niet leuk. En dan hebben we de neiging om te zeggen van, daar wil ik niks mee te maken te hebben. Ik wil weglopen. En dan wuiven we dat weg en dan zeg je, dat geldt niet voor mij. Maar als Jezus Christus, de Zoon van God, ons zelf waarschuwt, dan doet hij dat niet omdat hij dat zo leuk vindt, of om ons een slechte zondag te geven, of een slecht gevoel, maar dan doet hij dat omdat hij van ons houdt. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Niemand uitgezonderd. En Jezus heeft ons lief en hij heeft er alles voor over gehad. En hij spreekt ons individueel aan, zodat we met elkaar in volharding kunnen uitzien naar het moment dat hij ons komt halen. En zoals ik al eerder zei, het woord volharding in het Grieks kent die betekenissen geduld, uithoudingsvermogen en standvastigheid. En namens de Heer Jezus wil ik mezelf, maar jullie echt allemaal oproepen om vol te houden. Niet op te geven. En vooral vast te houden aan Gods woord. En deze brieven, en vooral deze laatste, leren ons namelijk die hele belangrijke les. Luister goed. In de gemeente van Jezus Christus moet het woord centraal staan. De Bijbel moet centraal staan. Jezus Christus is dat woord. Zoals het Johannes Evangelie leert. En hij moet centraal staan. Als dat niet het geval is, als Jezus Christus niet het centraal staat, ook in deze gemeente niet, dan staat hij buiten de gemeente. En dat willen we niet. Dus we dienen ervoor te zorgen dat Jezus Christus nooit naar de buitenkant wordt geduwd, maar dat hij zijn positie houdt in het centrum van wat we als christenen doen en van wie we zijn. En dat betekent dat we zijn waarschuwing heel serieus moeten nemen. En onze eigen harten moeten doorzoeken. Hoeveel van de wereld, laat dat de opdracht zijn voor deze week, hoeveel van de wereld is er al binnengeslopen in jouw hart? En kijk de Bijbel erop naar, wat de Bijbel over bepaalde zaken zegt. Want we hebben een grote nood in onze maatschappij en Jezus is wat de wereld nodig heeft. En laat onze hoop daarom gebouwd zijn op niets minder dan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is naar deze wereld gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En hij heeft daarvoor zijn leven voor jou en voor mij gegeven. Maar de dood, die kon hem niet vasthouden. Dat is het geweldige nieuws. De dood kon hem niet vasthouden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij stond op uit de dood. Jezus leeft. Jezus leeft. En laten we dat nooit vergeten. Want op die manier kunnen wij vrij tot God gaan. En zijn opstanding is de liefde die de wereld nodig heeft. En ik bid dat God onze ijver verdubbelt. Laten we dat ook maar afsluiten als gebed. Met elkaar. Vader God, wat is het belangrijk dat we zo beseffen dat u uw zoon hebt gegeven voor deze wereld. En dat we, als we ons leven in vertrouwen overgeven aan hem, dat we dan gered mogen zijn van de wereld waar we op dit moment in leven. Dat we een eeuwig leven van u mogen ontvangen. En ik bid dat God onze ijver verdubbelt. En dat we met een nog groter verlangen ons vasthouden aan zijn woord. En dat we Jezus Christus, zoals we hier samen zijn, blijven verkondigen in deze wereld. Hij is het antwoord op alles. En dat we de waarschuwing serieus nemen. Dat lauwheid en
compromis met de wereld zo makkelijk om de hoek ligt. Omdat de wereld momenteel ons dwingt om van alles ergens wat over te vinden. Maar als we dan ergens wat van vinden, laat uw woord centraal staan. Amen.